Surfers zijn tevreden. Het verbod om bij stormweer te gaan surfen op zee wordt vanaf 1 juli afgeschaft. Een goede zaak, zeggen de surfers, en ze zijn er zeker van dat het niet zal leiden tot meer reddingsoperaties op zee. Maar wie onnodige risico's neemt, zal sowieso moeten opdraaien voor de eventuele kosten. Bredene strand vanmiddag, windkracht 6, onstuimige zee met golven tot een meter. Ideaal weer voor een getrainde surfer. Maar vroeger was dit de limiet, want vanaf 7 Beaufort, windsnelheden tot 60 km per uur, was het verboden. Maar vanaf 1 juli mag het wel. Wij zijn super blij. Vanaf 7 Beaufort wordt het pas echt interessant voor ons. Vanaf 5 Beaufort kunnen wij in principe surfen, maar dat is niet spectaculair. 6, 7 Beaufort wordt pas echt interessant voor ons. Eigenlijk als het echt goed zou zijn, dan was het yes, we kunnen nog eens lekker losgaan op zee. Maar was er toch iedere keer hier de dijk in toog houden van ja, wanneer zijn er zwaailichten en dan ja, als je er ziet dan weet je dat je nog een kwartier te surfen hebt en dat ze er u komen afhalen. Volgens staatssecretaris van de Noordzee, Tommelijn, die de regel afschafte, is het aan de windsurfers om zelf in te schatten wanneer het te gevaarlijk is. En ik vind dat we moeten zeggen van meer vrijheid geven, meer verantwoordelijkheid geven aan de mensen. Er kan altijd iets gebeuren. Maar ja, als je natuurlijk alles verbiedt, ja, dan kan er nooit niks gebeuren. Dan ga je tot in het absurde. Maar het blijft wel zo, wie onnodige risico's neemt, draait op voor de kosten. Uiteraard, dat is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Want zo'n reddingsoperatie kost al snel 10.000 euro. Zeker als er een heli moet komen. Volgens de windsurfers zullen er nu niet meer ongevallen gebeuren. Bij 7 Beaufort of 8 of 9 of 10, je wordt toch uitgespuwd als je het niet aan kunt. Dus het is niet bij zo'n condities volgens mij dat er onveilige dingen gebeuren. Nieuw is ook dat windsurfers die dicht bij de waterlijn blijven, geen vuurpijl meer moeten bij hebben. Die ze dan kunnen afsteken mochten ze in nood verkeren.